Oké, dan ga ik Ja. gelijk bij Mohammed beginnen. Ik weet dat hij in de auto zit. En dan ga ik even vragen of jullie ook dat AliExpress-scherm zo meteen gaan zien. Als hij zo meteen even laat. Even kijken. Mohammed, kan je praten of liever niet? Ik denk liever niet. Even wachten tot deze allemaal geladen zijn, dan kunnen we dat gewoon rustig doornemen. Oké. Het wel heel langzaam. Juist. Nou, ik weet dat Mohammed een tijdje geleden bij mij begonnen is in januari. En hij verkoopt eigenlijk op Bol. En we hebben eigenlijk twee soorten platformen waar we mensen dus bij helpen. Nou, en Bol en Shopify. Ik weet niet of dit een product is, Mohammed, als je zo meteen kan reageren. Of anders ga ik er gewoon vanaf hierop uit. Die je nu ook al hard verkoopt op Bol. Dus ik vind dit potentieel wel een heel goed product. Dit product is al langer in de markt en het is ook voor voeten. Dus zeker een goed product om op in te spelen. Want heel veel mensen op leeftijd die hebben gewoon voetklachten. Zeker hoe ouder je wordt, voor specifieke schoenen die je kan dragen, orthopedische schoenen bijvoorbeeld, acupunctuur. Dit zijn echt producten die je goed kan verkopen, zowel op Bol als op Shopify, omdat dit echt een probleemoplossend product is. Nou, dit product is er al een tijdje in de markt. En vandaar ook zeker een goed product. Oké, ga ik gelijk even de volgende doornemen. Ik bespreek met degene als die er is het product. Volgens mij zit Mohammed nog in de auto. Ik zal even kijken of hij mijn appje heeft gestuurd. Oké, ja, zijn audio werkt niet. Dat is geen probleem. Dan doe ik het gewoon via hier. Hebben we hier een scrubborstel 2-in-1. In principe een goed product. Het is wel plastic. En dit soort producten raad ik altijd wel aan om op Bol te zetten en niet op Shopify. Want als je hier op Bol al op gaat zoeken, is de kans redelijk aanwezig dat je dit gaat kopen. Maar als je op Shopify dit als impuls, ja, er zijn gewoon heel veel borstels en heel veel concurrentie. Dus daarom hebben we altijd dat onderscheid tussen producten die je op Bol verkoopt. Dat kan eigenlijk letterlijk bijna alles zijn. En op Shopify focus je echt op die impuls. Nou, hier hebben we dan bijvoorbeeld vooral die 7 dagen erbij staan. En daaruit kun je altijd zien van oké, dat is zeker een goed product om op Bol te gaan zetten. Oké, even kijken voor de volgende. En mochten jullie tussendoor vragen stellen, dan is het ook zeker mogelijk. Weer een plastic product. Persoonlijk ben ik niet heel groot fan van plastic producten, want je verkoopprijs voor plastic producten is vaak ook wat lager. En de perceived value van een klant. Ja, je kan moeilijk zeggen van, joh, plastic borstel is 50 of 100 euro. Dus daarom ben ik hier nooit zo fan van. Al is het wel een probleemoplossend product en iedereen moet natuurlijk zijn auto schoonmaken. Vanuit dat perspectief is het een prima product. Brandpotentie voor dit product is ook wat minder. Ik zou gewoon zeggen, als je op Bol verkoopt, is het gewoon letterlijk puur massa's kassa. Zoveel mogelijk erop gooien en dan kijken of iets werkt. Ik heb je weer even toegelaten, Mo. Dus laat even weten of je misschien nu wel kan praten. Kan je praten, Mo, of niet? Of anders hou ik het zo. Even kijken of ik het Hoor je mij nu? Ja, ik hoor je, bro. Hoe is het? Goed man, lekker man, met jou? Ja, goed, man. Je zit in de auto, of niet? Ja man, ik ben bijna thuis, bijna. Goeie zaak, man. Was een beetje file Hey, man. ik wilde even vragen van waarom je deze product had uitgekozen, man. Vooral die food en deze twee die we nu hebben besproken. En wat eigenlijk jouw reden daarachter was. Die artikel die jij nu op de beeldscherm hebt, of wat Ja, die andere? bijvoorbeeld deze en die vorige twee. Ja, die bijvoorbeeld die je nu op het beeldscherm hebt, ja. Het is een verlengstuk, ja. Je kan bij plekken bij waar jij niet Waar je normaal niet bij normaal kan. hand bij kan. Je kan verder schoonmaken, zeg maar, in grijpen. Zeker, man. Handmatig. Dus ja, man, verlengstuk, telescopisch. Kijk, Wat was het? dit zijn ook producten die je zelf op je Bol Store hebt staan, of dat niet? Wat zei je, Paul? Heb je deze producten ook zelf al op je Bol Store staan, of dat nog niet? Nee, ik had zeg maar een lijst van wat ik allemaal zou plaatsen. Ja, Maar precies. die heb ik nog niet geplaatst. Dus ik Oké, had man. gewoon drie gegeven aan jou. Die ik goed vond. Om te Oké, bespreken, om te nice. kijken wat we ervan vonden. Dan Goeie zaak, ja, man. ik ga het sowieso plaatsen, niet daarvan. Ja, je moet gewoon sowieso plaatsen en kijken of het werkt. Want leeftijd was ook goed, dacht ik.
Ja, man. Als je het niet plaatst, dan weet je het niet. Dan weet je ook zeker niet. En Mohammed is ook een van onze succesvolle studenten. Ik weet niet hoeveel je nu per maand ongeveer draait, maar dat zal deze maand richting de 5 tot 10k alleen al op bol gaan. Dus voor jou hebben we al ingekocht. En heb je al redelijk wat goede resultaten gesteld? Ja, man, sowieso. We hebben goede resultaten gehad. En nu zijn we met Mohammed bezig met inkoop. En gaan we langzaam ook over richting branding. Want we zagen dat er gewoon iemand was die onder zijn listing zat. Te concurreren qua prijs. We gaan het product hier niet noemen. Maar daar gaan we ook altijd naar kijken. Want uiteindelijk wil je natuurlijk naar Shopify toe. Maar voor degene Klopt. onder ons die op Bol verkopen, is gewoon heel laag risico om daar te gaan starten. Ja, dat is op een gegeven moment waar we naartoe werken, naar Brenda. Anders schiet Anders het niet op. wordt het lastig, Man. man. Ja, man, anders schiet het niet op, man. Dus ja. Jordel, ik zie dat je een vraag hebt. Het is brandlos. Of ik vragen heb? Ja, man. Ik hoor je zeggen van je kan op bol.com in principe gewoon alles erop kleuren en dan loopt het vanzelf wel een keertje. Is dat gewoon, werkt bol.com gewoon zo in die zin van je zet gewoon 20 producten erop waarvan je denkt dat het winnen zijn met goede listings. En dan moet je maar gewoon kijken wat er gebeurt. Ja, zeker man. Voor iedereen voor de background, Chardel is een van mijn succesvolste studenten. Volgens mij 2 ton in 3 maanden gedraaid vorig jaar. Aan het begin Yes. toen ik het coachen nog wat kleinschaliger deed. Dus voor jou is dat ook zeker interessant. En puur, kijk, je hebt natuurlijk die ervaring al met ads. Ja, je weet, dat kan gewoon wat duurder worden, toch? Ja, Bij zeker. Bol werken we dus met dit soort producten. Met kortere levertijd. Waardoor je eigenlijk gewoon 3 tot 5 dagen of 4 tot 8 dagen kan aanklikken op Bol. En bijvoorbeeld gaat dit product dan lopen, dan ga je pas inkopen. Zo heb je in principe geen voorraad die je eerst moet inkopen bij service points, hyperscale, dat soort dingen. En koop je pas in als iets al loopt. Dan doe je gewoon zoveel mogelijk erin. En dan zie je vanzelf of iets gaat lopen, snap je? Oké, dus eigenlijk zeg je van, eigenlijk zou je gewoon alle potentiële winst ook die je hebt en de Ik zou gewoon producten die je alles, als je een adverteert. Bol Store hebt, dan zou ik gewoon zoveel mogelijk erop gooien, man. Ik ga er zo Die meteen wel eentje AI-codes maken zeker nu. voor jou zijn gewoon geen kosten, man. Yes, oké, man, duidelijk. Super, man. En super tof dat je er vandaag bij bent. Dus Sowieso, man, als je straks nog wat sowieso. vragen hebt, let me know, man. Dan ga ik zo weer verder. Mohammed, thanks voor je Yes. antwoord ook. Dan ga ik weer door naar Rich. Rich kon er vanavond Ja, niet bij jij zijn. bedankt ook voor jouw advies. Ja, Mohammed, laat vanavond nog even weten als je nog andere dingen hebt, man. En eet ze straks ook. Oké. Okay. Ja, maar sowieso komt goed. Eet smakelijk, man. Dankjewel, man. Rustig aan. Oké. Hebben we nog een kledingstuk? Dit is ook echt een supergoed product. Zelden voor Bol, zelden voor Shopify. En je ziet hier al heel veel bestellingen staan. Dus dit is gewoon een product dat al langere tijd goed loopt. En de inkoopprijs ook redelijk hoog is. En je verkoopprijs kan ook redelijk hoog zijn. En dit zijn echt typische producten waar we naar nou op zoek zijn. Ik weet dat Rich deze persoonlijk ook verkoopt. Hij is een student die verkoopt. Op Shopify en op Bol. En hij had vandaag zijn eerste advertenties online gezet. Voor zijn eerste product. En gelijk zijn eerste 2 of 3 sales al gepakt. Dus dat is sowieso al mooi meegenomen. Dit soort producten zoek je, want de inkoop is rond de 35. Maar het is ook best logisch dat je dit soort producten voor 70 of tussen de 70 en de €100 gaat verkopen. Nou, heel veel mensen hebben kleding. En in dit geval zeker vrouwen. Zou ik daar zeker op focussen of je wat grotere apparaten kan vinden en die verkopen. Of je nou op Bol verkoopt of op Shopify. Het is voor allebei super handig. Oké. Nou, even door naar de volgende twee. Als die wil laden. Nou, dit is ook zo'n standaard product en deze zie ik de afgelopen tijd bij heel veel van jullie voorbij komen. En daarom wil ik ook al redelijk zeggen dat dit al tegen het verzadigd aan is. Zeker voor op Shopify is dit echt een no-go meer. Maar voor het opblazen van banden is dit zeker een goed product. Zeker voor auto's is een grote markt. En qua prijs is dit ook top. Aangezien je dit soort producten ook weer tussen de 70 en de €100 kan verkopen op impuls. En mensen er iets minder hard over gaan nadenken. Zeker een goed product, wel iets meer verzadigd. Basius is een supergoed merk qua elektronica. Ik heb hier bijvoorbeeld een laptop standaard nog van ze staan. En wat meerdere producten van ze verkocht de afgelopen jaren. En dat is ook gewoon een hele betrouwbare leverancier vanuit AliExpress om te gebruiken. Tuurlijk wil je zo snel mogelijk met agents werken. Maar voor degene onder ons die nog op Bol met AliExpress dropshippen, daar gaan we zo snel mogelijk van afstappen. Omdat daar komen gewoon wat schaalproblemen bij kijken. Oké.
derde product van Rich. En ik heb deze allemaal nog niet bekeken, dus dit is echt mijn eerste blik op de meeste van deze producten. Nou, supergoed product dit. En ik weet persoonlijk dat een van mijn andere studenten, Rick, deze ook heel erg goed draait. En dit echt een heel goed product is. Zowel op Bol als op Shopify. Nou, waarom is dit nou zo'n goed product? Het is speelgoed, het is educatief en het is voor kids van 6 tot 12 maanden. Super grote markt. En ja, er zijn gewoon heel veel baby's, om het zo maar te zeggen. Nederland, België, wereldwijd. En daarom is het altijd een goede markt om op in te spelen. Dat ze hier daadwerkelijk ook iets van kunnen leren. Leeftijd is hier in principe ook nog net prima. Dat is niet het allerbelangrijkste. Maar qua product zie je al hier heel veel bestellingen staan. En ik raad zeker dit product aan om gewoon te testen. Zeker op Shopify, maar ook op Bol. Yo, Chardel. Brand los, man. Yes. Zou je misschien bij de volgende producten, dan niet zozeer voor mij, maar ook gewoon voor mensen, dat ze een beetje ideeën erbij hebben. De invalshoek die jij zou aanpakken als jij het product zou adverteren. Dus jij zegt de marketing angle, ja. Ja, precies. Welke angle jij zelf zou toepassen. Dat is wel, denk ik, hele goede info om erbij te hebben. Thanks, man. Dat ga ik zeker toepassen. En dat is voornamelijk handig voor op Shopify. Want kijk, product is natuurlijk één, maar het is net hoe je het market. En dan, zoals ik Chardel altijd heb geleerd, marketen we eerst op pijn. Dus als je het product niet hebt, wat voor pijn ervaar je als je geen kind hebt die zich snel educatief goed ontwikkelt? Ja, dan gaat hij achterlopen. Gaat hij niet mee kunnen met de rest kunnen spelen. Je moet echt inspelen op die pijn. En daarna pas de oplossing geven van je product. Dus heeft jouw baby dit product wel? Heb je een blije baby? Helpt hij minder? Dat soort dingen kan je allemaal op inspelen. En op basis daarvan een product verkopen. De meeste mensen die doen gewoon op de specificaties iets verkopen. Maar als je echt op de benefits en op het leven van de klant verandert, zeg maar. Dus de baby wordt blijer, ouders zijn blijer, slapen beter. Daar speel je in principe op in. Zeker een goede, Chardel. Voor op Shopify is dat super belangrijk. Want iedereen kan gewoon elkaars producten nakken in principe. Zeker op Shopify, op Bol gebeurt het natuurlijk ook. Maar op Shopify doet bijna iedereen letterlijk hetzelfde copy-paste. Dan moet je marketing angle gewoon top zijn om er bovenuit te schieten en winstgevend te zijn. Dit is nog een product en ik was hier persoonlijk wel fan van Rick. En ik weet dat hij deze goed draait ook. Dus super tof dat hij die ook vandaag met ons wil delen. Het is eigenlijk een astronaut ledlicht. Nou, ik ben persoonlijk nooit zo fan van ledlicht. En het is eigenlijk een redelijk klein dingetje. Maar het ziet er in principe wel tof uit. En je kan dit ook in de auto gebruiken, zie ik nu. Maar ook op je laptop. Nou, je ziet al veel bestellingen. Dit is een redelijk trending product. En is nog niet tegen het verzadigd aan. Je hebt wel van die andere soort astrolampen die redelijk tegen verzadiging aanzitten. Maar dit soort producten raad ik zeker aan om neer te zetten. Kijk, als je dit langer gaat schalen, is het wel lastig. Aangezien dit een klein ding is. En kan je dan beter werken met een 1 plus 1 gratis bijvoorbeeld. Dat als een klant één zo'n klein dingetje krijgt, kan hij zich ook wel genaaid voelen. Nou, in dit geval kan de klant redelijk zien dat het product niet super groot is, omdat het op de foto's ook zo staat. Oké. Ga ik door naar de volgende twee. Even kijken. Nou, heel veel van de mensen onder ons hebben katten, maar ik weet dat Rick deze ook goed draait op Bol. En dat verbaast me eigenlijk wel. Omdat ik hier gelijk zie dat er weinig bestellingen zijn. De levertijd zal waarschijnlijk goed zijn. Dus voor Bol is dit zeker een goed product om erop te zetten. Voor Shopify zou ik zeggen van niet. Ja, want er is gewoon heel veel concurrentie in kattenhuizen. Als je dat op je eigen website gaat zetten, wordt het gewoon lastig om daar echt een unieke marketingsangle in te bedenken. En dan moet er echt betere benefits zijn, zoals ik hier zie. Bijvoorbeeld hier staat waterdicht of verwijderbaar. De kwaliteit van het kattenhuis moet dan anders zijn of een andere soort vorm van huis. Want dit is een redelijk saai huis, om het zo maar te zeggen. Er is niet echt iets heel erg bijzonders aan, in mijn ogen. Maar wel een goed product voor op Bol. Zoals ik al zei, Bol is gewoon massa-kassa. En dan zie je vanzelf wel wat werkt, wat niet werkt. Ga ik even de laatste van Rick nog doornemen. En Rick is ook een van de betere studenten. Draait nu ook richting de 5 tot 10k alleen al op Bol en gaat nu ook richting inkoop en richting Shopify binnenkort. Dit is een massageproduct. Massageproducten doen het altijd goed. Zeker voor Bol, minder voor Shopify, omdat er gewoon heel veel concurrentie in is. In massage voor je nek, voor je schouders. Dat is al een redelijke verzadigde markt, maar waarom ik dit product wel goed vind, is omdat je inkoop redelijk hoog is. Kan je er ook redelijk wat voor vragen.
En dit is ook echt eentje die je mee kan nemen. Meestal heb je van die massages, die zijn dan echt super groot en lastig mee te nemen. Daarom zou ik deze wel op Shopify doen en ook op Bol. De marketingsangle die je dan hier gebruikt van oké, als je dit massageproduct gebruikt, dan heb je geen last meer van spierpijn na de gym of geen last meer van een stijve nek of stijve schouders. En daarop focus je echt eerst op de pijn en dan pas op plezier. Want als je gaat zeggen hoe goed het eerst is, mensen moeten eerst een soort van pijn ervaren. Daar handelen ze veel sneller uit dan uit plezier. Jonas is er volgens mij wel bij, dus laten we deze ook even samen bespreken, man. Jazeker, ik ben er. Superman, Hoi. goed dat je er bent, man. Ik zag al, Jonas was ook net begonnen bij ons. Ik denk dat je nu het ongeveer 2 weken in het traject zit en ja, je werkethiek is top, man. Dus je werkt lekker door. Als ik iets vraag, ben je snel klaar. Dus dat is ook een van de dingen waarin ik zie van, yo, je gaat gewoon snel resultaat behalen. Ja, Was zeker. eigenlijk wel benieuwd naar waarom je dit product gekozen had, man. Nou, ik dacht gewoon, je gaat zeg maar een beetje op die pijn zitten bij mensen. Mensen hebben veel last misschien van hun rug, zitten lang achter de Lang op computer een te kantoor. werken, lang op kantoor. Ja, een tijdje geleden hadden we natuurlijk nog thuiswerken en zo. Sommige mensen doen dat nu nog steeds van de coronatijd. En ja, heel dag achter hun computer, heel dag op hetzelfde stoel. Ja, gewoon niet best. Dus ik dacht, ik doe gewoon dit product. Ja, gewoon een beetje op die pijn inspelen. Steeds meer mensen krijgen er last van. Ja, dat eigenlijk. Zeker een goeie. En een van de eerste winnende producten die ik had was een postuurcorrector. En dat is ook een Ja. soortgelijk product zoals dit, weet je wel. Je Ja, speelt echt klopt. in op in die pijn van, joh, je krijgt een slechte onderrug of slechte houding naar voren als je te lang gaat Precies. zitten. En daarom Ja. werken dit product dus altijd zo goed, want mensen blijven in principe altijd werken of altijd naar school gaan. Ja, ze blijven altijd achter die computer. Op Ja, ze kantoor, zitten gewoon daar aan heel de lang top. en jij hebt daarin de oplossing. En ook redelijk brandpotentie met dit soort producten, weet je wel. Ja. Als het draait, kan je hier ook een mooi merk omheen zetten dat eventueel ook op lange termijn verkopen. Laten we deze erbij pakken, man. Ik ben wel benieuwd naar waarom je deze had gekozen. Ik had deze niet zozeer echt voor, hoe noem je dat? Hij heeft best wel weinig orders namelijk. Ja, Alleen precies. ik merk gewoon mijn iemand die ik ken, zeg maar mijn vriendin van mijn broer. Kijk, zij hebben een kat, zeg maar. En zij zijn echt dol op die katten, weet je wel. Dus zeg maar, als ze iets zien online, weet je wel, of een Dan kopen ze het speeltje of gewoon, ja. iets, gelijk. Zeg maar, dat is ook met die impuls aankopen, wat je zeg maar Het goed is op wel kan een impulsproduct, triggeren. dat klopt. Ja, klopt. Je hoeft er niet lang over na te denken. Het is, oh ja, leuk. Dan gaat hij beter slapen. Of dan vindt hij het lekker. Dan gaat hij spinnen, weet je wel. Dus ja, ik had eigenlijk een beetje daarom gekozen. En het is gewoon zo'n. Misschien kan je deze ook combineren met een 1 plus 1 gratis deal of zo. Want ja, het is niet heel duur. Dus dat zou ook top zijn, bijvoorbeeld. Het is een goed product, maar het is heel verzadigd, man. Je hebt heel Ja. veel handschoenborstels tegenwoordig. Toen ik eigenlijk begon, 2018, 2019. Ja. Ja, dit waren gewoon letterlijk producten die kon je zonder. Ja, nu testen we natuurlijk met video-advertenties. Je kon letterlijk gewoon handschoenborstel, de slechtste adcopy ooit, de slechtste website ooit, kon je gewoon neerzetten. En je kon gewoon echt easy 2, 3, 4, 5K per dag draaien zonder ook maar enige kennis destijds. Dat was denk ik nog net voor Joshua Kaats in Nederland. En Ja. toen dat begon, kon je letterlijk alles kon je online gooien die tijd. En ja, dat was gewoon bijna altijd een hit, omdat zo weinig mensen destijds nog deden, man. Nee, precies. Nee, nu zou ik dat denk ik niet meer doen, nee. Ik zou deze niet meer doen, man. Maar misschien kan je wel iets vinden van dat product. Ja. Dat er echt bovenuit schiet. Dus bijvoorbeeld ja, net wat anders is. Dus qua materiaal of dat het bijvoorbeeld in één keer weg kan Kan gooien, dat soort dingen. Wilde je wat zeggen, Mohamed, of niet? Want ik hoorde je even kort. Nee, sorry, ik was op overgeschakeld naar Ah, mijn. geen stress, man. Geen stress. Nee, goede uitleg, man. Goed. Lekker. Thanks, man. Jonas, ga maar verder, man. Laten we deze. Ik had deze puur gewoon gekozen. Ja, omdat. Ja, je ziet natuurlijk wel. Mensen doen niet echt meer een thermoscan en zo meenemen. Maar ik had puur deze gewoon gekozen omdat het gewoon probleemoplossend is. Ja, het is niet super groot. Ja, het is draagbaar. Gaat Ja, het is makkelijk draagbaar mee. en je ziet de temperatuur hierop, man. Ik denk dat dat Ja. een grote factor is ten opzichte van andere Ja, concurrenten. dat is wel een leuke feature, zeg maar. Wel gewoon een leuke gadget, dus En dit vandaar. zou ook redelijk op impuls, weet je, want iedereen, in ieder Precies. geval niet iedereen drinkt thee. Nee.
of dat soort dingen. Koffie. Of koffie bijvoorbeeld. Maar heel veel mensen doen dat wel, weet je wel. En heel veel mensen gaan naar hun werk of moeten ergens heen overdag. En dan kunnen ze dit eventueel meenemen. Dus daarom is dit zeker een goede invalshoek, man. Heeft ook niet heel veel bestellingen nog. Ja, kijk, weet je wat het is? Als je gewoon nog een product hebt dat daar net onder is en het hit, dan ben je in principe een van de eerste met dat product. Precies, ja. En maar dan moet je wel net... Kijk, als je nu de eerste was met ChatGPT, dat je daarop inspringt, of de eerste was die op NFT springt, of de eerste was die op crypto springt. Als je ergens de eerste bent, ja, dan heb je gewoon zo'n voorsprong op de rest. Want jij bent gewoon de eerste die dat heeft gedaan, of de eerste die bijvoorbeeld mondkapjes heeft verkocht. Als je daarmee begon toen in het begin van COVID. Dan was je gewoon binnen, weet je wel. Dus sowieso thanks, Jonas, voor je mening en voor die drie producten, man. Super, dan ga ik door naar Julian. Julian ken ik persoonlijk nog van de middelbare school van vroeger. Ik kan er vandaag even niet bij zijn, maar dan bespreek ik ze zelf even kort. Oké, dit is een uitbreidbaar waterpistool wat ik hier zie. 7 spuiten, dus het heeft meerdere soorten dan een normale. Dat is sowieso wel een voordeel wat ik hierin zie. Voor de rest heeft het product voor mij te weinig echte hoge kwaliteit. Want ja, het is gewoon ook plastic. Redelijk lage inkoop. Dus ja, voor Bol zou ik gewoon zeggen, ja, gooi het er gewoon op en kijk wat het doet. Voor Shopify zou ik zeggen, is de lage kwaliteit. Ja, oké. Kijken voor deze laatste twee. Oh, dat is precies dezelfde. Misschien dat deze anders is. Hoop ik wel tenminste. Oké. Dat is ook weer dezelfde. Hij heeft 3 keer dezelfde gestuurd. Oké. Dan ga ik door naar Tony. Tony, je bent er wel, toch? Yes. Goedenavond, man. Hoe is het? Ja, goedenavond. Ja, goed, man. Met jou? Ja, goed, man. Goed je vandaag te zien en sowieso welkom. En laten we even jouw product ook doornemen, want ik zag dat je er 3 had doorgestuurd. Ja, volgens mij is de eerste de autocompressor die eerder is voorbij gekomen. Oké, dan laten we even met deze beginnen die ik nu heb. Dit is de nagelfreesmachine, zag ik. Wel goed. Reden waarom ik deze heb gekozen is vrouw dominant, denk ik. Zeker waar, man. Bespaart denk ik heel veel tijd en verbetert ook de kwaliteit, zeg maar, van leven, vrouwen. Mm-hmm. Ik denk dat de 3 belangrijkste criteria zijn voor dit product. Ik zag al best wel veel bestellingen. De inkoopprijs, €28, is best wel fors. Ja, is in principe geen slecht iets, weet je, want het is net hoe je het op de markt brengt, man. Brengt toch, ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik zou je niet laten afschrikken door prijzen. Kijk, als je ziet van een product heeft een inkoop van boven de 150. Ja, dan moet je wel gaan denken van, dit gaan we niet doen. Maar eigenlijk, alles onder de 50 is meestal geen probleem. Oké. Dus dit is sowieso een goed product, man. Dus Tony ken ik ook persoonlijk. Ik heb hem ontmoet tijdje terug op een evenement, weet ik nog. Dus dat is ook super tof dat je er nu bij bent, man. Thanks. Laten we deze bespreken. Ik weet niet wat je nog meer had van die... Ik had die autocompressor dus, maar die had je al gezien. Die autostofzuiger nog. Oh, oké. Ik dacht dat ik die timeblower had, maar... dit is denk ik ook wel een hele grote markt, in de automarkt. Best wel gemak voor mensen. Ik weet hoe het is om tussen alle kleine gaten te komen met je stofzuiger en... Dit brengt wel gemak, denk ik. En ik denk dat het een hoge geschatte waarde heeft. Zeker, man. Ja, daarom, ik raad dit soort producten ook zeker aan, man. Want ja, iedereen heeft gewoon... niet iedereen heeft een auto, maar het is wel een hele grote markt met mensen die auto's hebben. Het heeft al veel orders. Ja. Het is draadloos. Ja. Wat je vaak ziet, als ik zelf mijn auto bijvoorbeeld zelf zou stofzuigen, dan moet je zeg maar nog je... nog dat stopcontact binnenzetten en dan die stofzuiger mee naar buiten nemen, weet je wel. Dus vandaar is dit gewoon een super handig product, man. Dus, en die eerste was die die autobanden nog waarschijnlijk. Die hadden wel... die compressor, zeg maar, die voor je autobanden inderdaad. Kijk, het is wel een goed product. Er is wel veel concurrentie in. Maar voor Bol zou ik gewoon zeggen, massa is kassa, weet je. Hoe meer je erop gooit, is echt zo'n klein risico dat je daarin hebt, man.
Even nog één stap terug, Paul. Het product van net. Die auto stofzuiger, ja, die staat na 12 dagen levering, staat daar. Stel dat ik hem ga testen op Bol. Mm-hmm. En iemand is geïnteresseerd. Hoe gaat het dan in zijn werking? Want stel je voor, je krijgt vandaag een bestelling. Dan bestel je hem ook gelijk vandaag op AliExpress. Wel met je eigen e-mail, maar wel met de klantgegevens van de desbetreffende klant, van de persoon. Is de leeftijd dan niet zo lang, te lang? Nou, als je 12 dagen, het kan wel, maar ik raad eerlijk gezegd aan, deze 5 bijvoorbeeld. Dus dan zou ik beter voor deze gaan, al is die duurder. Ja, precies. Dus, je kan beter wat duurder hebben en snellere leeftijd. Want kijk, op leeftijd gaat Bol je gewoon echt nekken uiteindelijk. Ja, precies. In het begin zal dat niet zo zijn. Maar Mohammed heeft er zelf ook wel eens last van gehad dat als je leeftijd gewoon kloot is, dan gaat het niet best. Daar wordt Bol niet vrolijk van. Want Bol is gewoon heel goed voor de klanten, maar heel erg slecht voor de verkopers. Ja. En daarom raad ik ook altijd aan om echt voor beginners, begin op Bol. Maar zodra je echt een kapitaal hebt opgebouwd, kan je het beste naar Shopify gaan. Daar heb je meer controle. En anders ben je weer afhankelijk van Bol, 1 keer per maand uitbetaald. Maar je moet gewoon stapsgewijs kijken wat voor jou het beste is op dat moment, man. Oké, cool. Thanks, man. Super voor je antwoord. Thanks ook, Tony. En Sharon is er als het goed is ook bij. Denk ik. Ja, klopt. Super. Laten we die van jou bespreken, want je was deze week daarmee ook begonnen. En hoe dat bij jou ging. Dus vertel, waarom heb je deze bijvoorbeeld gekozen? Nou ja, ik heb eigenlijk die 3 producten een beetje gekozen op hoe het via Shopify verkocht. Oké. Ja, of dus, op Shopify ook goed ver. En hoe heb je dat gecheckt? Op Shopify heeft het wel redelijk verkocht bij mij. Dus dat zijn eigenlijk de 3 die ik ook uitgekozen heb. Oké. En voor hoeveel verkocht je deze op Shopify bijvoorbeeld? Nou, ik zie dat hier de inkoop best wel hoog is. Ja, die is wel redelijk hoog. Maar ik had een leverancier uit China. En daar kocht ik hem in voor, ik denk, €12. Oké, en werkt hij wel met de agent of niet? Weet je niet meer? Nee, weet ik niet. Nou, kijk, je hebt eigenlijk wat we hier werkt, is dat je rechtstreeks inkoopt. En bij Shopify hebben we eigenlijk agents vanaf 0 orders. Zoals Hypestore bijvoorbeeld. En die hebben dan gegarandeerde 5 tot 10 dagen levering. En hier zou je nog bijvoorbeeld wel eens een keer genaaid kunnen worden dat die leverancier gewoon slecht is. Dus dat die klantcommunicatie slecht is. En als je een agent hebt, die zorgt gewoon van, oké, deze witte kraan, die zorgen we dat in 5 dagen bij de klant is. Maar ook met de klantgegevens. Daar hoef je niet zelf handmatig de klantgegevens in te vullen. Dat is, dat is zeker wel een handige. Oké. Laten we doorgaan naar de volgende. Het is wel een goed product hoor, eerlijk gezegd. En zeker ook voor Shopify, maar ook voor Bol. Grote markten ook qua keuken. Oké. Deze? Ja, waarom? Ja, die verkocht eigenlijk ook wel redelijk op Shopify. Dus ik heb eigenlijk gewoon de 3 producten. Ja, is op zich best een goede. En hij is ook net wat anders dan de andere waterbakken voor honden, lijkt me. Ik weet niet of er iets speciaals in is, omdat je die poot ziet nog. Het is zeg maar zo dat je hem vult met water. En de hond kan hem zelf naar beneden drukken. Dus hij heeft maar een kleine hoeveelheid steeds om te drinken. Oh, dus en hij kan niet gelijk alles opdrinken. Dat is wel uniek. Nee. Ja, dus hoe verder het water zeg maar opraakt, en dan zakt het dingetje mee. Ja, dat is zeker een goeie, want anders drinkt hij misschien alles in 1 keer weg, zeg maar. Moet je hem in principe weer vaak uitlaten. Dat is ook weer een pijnpunt waar je dan op kan inspelen. Daarom zou ik deze zeker doen. Eerst leek me best wel een simpel iets. En natuurlijk, het is wel redelijk plastic. En sommige waterbakken van honden zijn bijvoorbeeld van staal of ander soort materiaal. Ja, precies. Echt dat unieke heeft wat je net zegt. Dat is echt de factor of iets goed gaat lopen of iets niks gaat doen, zeg maar. Ja. Oké. Alleen nu zie ik dat ik niet echt naar de levertijd heb gekeken. Dat is niet die zijn best wel lang. Je kan ook via AliExpress of andere extensies nog kijken. Of via DS'ers, als je Shopify Store nog hebt. Kan je ook nog kijken of je daar die andere leveranciers ook nog bij kan vinden. En ik zie dat we deze ook bij iemand anders net hebben besproken. Die autostofzuiger. Die had ook wel goede leeftijd. Dus die heb ik ook al vaker de laatste tijd gezien. En ik was ook wel benieuwd waarom jij die had gekozen.
Behalve, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat je dan niet dat je overal bij kan en zo. En dat die draadloos is. Dat die klein dus dat is redelijk met... ook, denk ik. Ja, ook dat, ja. Op batterij, dus... en eventueel zie ik hier ook voor thuis. Dus eigenlijk ja, een soort inderdaad. 2-in-1. Dus als je producten hebt die voor meerdere doeleinden bestemd zijn... is dat zeker een goeie. Want anders heb je bijvoorbeeld maar één ding. Maar als je altijd een extraatje hebt... ten opzichte van iemand anders... is dat altijd een goeie. Super, Sharon. Thanks voor je antwoorden nog. En mocht je vragen hebben, dan bespreken we dat zo allemaal nog. Ja, dat is goed. Dankjewel. Super. Oké. Deze waren van Laticia. Volgens mij ben je er wel bij, maar volgens mij zit je met je kids. Dus ik weet niet of je kan praten. Anders ga ik het zelf overnemen zometeen. Laticia? Anders ga ik zelf wel even erover praten. Dan bespreken we dat later nog via WhatsApp. Nou, dit is in principe een goed product. Er zijn echt honderden huidscrubbers tegenwoordig. Maar het is wel een markt die aantrekkelijker is. Vrouwen, beauty... En daarom is de goede markt voor zowel Bol, zowel op Shopify. Er zijn heel veel verzadigde producten hierin. Deze is nog niet verzadigd. En je moet echt kijken naar wat hij dat extra biedt qua opties die hij kan geven. Voor de neus, voor rond de ogen. Dus deze heeft echt meerdere functies daarin. Oké. 4 modes. Staalmateriaal. Dat zijn altijd wel dingen waar je naar kijkt. Van oké, wat kan een product extra bieden ten opzichte van een ander product? Zeker als er wat meer concurrentie in is. Dus zeker voor producten die vrouwen gerelateerd zijn, en voor gezicht, wimpers, oren, neus, nagels. Zeker een aanrader om daar wat meer in te gaan verdiepen, want dat verkoopt gewoon eigenlijk het hele jaar door altijd. Oké, dan ga ik er nog 2 hiervan bespreken. Oké, ik weet dat Laticia ook wat in de meubels en de make-up tafels zit. En dat deze ook wel redelijk goed verkopen. En je ziet hier ook een goede leeftijd. Dus dat is zeker aantrekkelijk. Kijk, heel weinig bestellingen. Ik had laatst bijvoorbeeld nog een meeting met iemand die ik op dat event had leren kennen, Tony. Erkan. Met Erkan heb ik gesproken. En Erkan heeft een bol business qua meubels. Die heeft 20 meubels klaarstaan. En... ja, hij is eigen fabrikant, dus hij maakt die meubels zelf. Nou, niet zelf, maar hij heeft fabrieken in Turkije, Turkse achtergrond. En volgens mij draai je hem wel consistent boven een ton per maand met 20 meubels. En meubels zijn wel een hele interessante niche, want voor meubels kan je redelijk veel vragen. En iedereen heeft in principe meubels nodig. Is dit per se slecht, Paul? Je ziet dan 5 bestellingen staan. Ja, dat is wel heel laag. Is heel laag, zeg maar. Betekent dan dat iets dan niet populair is, of... Betekent niet dat het populair is, maar kan gewoon zijn dat deze leverancier er nog maar net op staat. Of kijk, het is wel lastig natuurlijk. Stel je voor, je zou deze... Hij komt wel uit Duitsland, dus daarom zou ik het wel vertrouwen. Zou ik hem een berichtje sturen van, hey, wat kan je voor mij betekenen? Aangezien je weinig orders hebt, ik ben op zoek naar een langdurige samenwerking. En om eventueel ook te werken buiten AliExpress om. Precies. Nou, als je hem vandaag een berichtje stuurt en hij reageert over 3 maanden, ja, dan weet je in principe genoeg. Ja. Maar als hij snel reageert en echt voor jou is, als je zegt van, als je dit allemaal goed doet, dan gaat mijn business harder draaien, dan ga jij meer orders verdienen, dan verdienen we allebei geld. Precies. Zo wil je het eigenlijk aanpakken bij leveranciers via AliExpress, dat je ook echt iets aan hun te bieden hebt, en dat je niet maar 1 order gaat doen, maar dat je zegt van, ik ben van plan om dagelijks bij jou orders te gaan bestellen. Hoeveel kan je er aan per dag? Daar kijk je echt naar. Cool. Super. Ga ik door naar de volgende. Deze hebben we net ook al gezien. Ik zal hem nog even kort bespreken, omdat het kledingstuk is. Het is draagbaar. Het is snel warm, zie ik nu ook. Dat zijn allemaal voordelen die je ziet. En zeker draagbaar is een goede voor als je op reis gaat. Dus voor mensen die even naar het buitenland gaan, mensen die even een hotel pakken, dat soort dingen, dat je het mee kan nemen. Daar zou ik ook heel erg op letten. Hij is wel redelijk groot, maar hij is niet te groot. Hij heeft ook meerdere dingen die hij hierin aanbiedt. En je kan hem makkelijk in je tas stoppen. Dus je kan hem ook makkelijk meenemen. Dat is zeker een belangrijke factor voor dit product. Oké. Edmert kon er vandaag ook niet bij zijn. Dus die bespreek ik even zelf. Oké. Waterdichte wifi, vingerafdruk. Ik ben daar persoonlijk altijd heel erg voorzichtig mee. Want ik denk van,
werkt dit daadwerkelijk? Dat heb ik met dit soort producten. Het is wel iets hogere inkoopprijs. Kun je ook hogere verkoopprijs. Ik zou voor Bol zeggen, ja, gooi je gewoon op. Zit ook wel wat meer concurrentie in. Maar voor Shopify is hier gewoon een lastige marketingsangle. Het unieke daaraan is wel dat je een wifi vingerafdruk hebt. Dat het elektronisch is. Maar of het werkt is de vraag, zeg maar, bij dit soort producten. En ja, daar wil je eigenlijk niet achter komen als je al het product aan het verkopen bent, om het zo maar te zeggen. Dus daar zou ik altijd heel erg voorzichtig mee zijn en dan ook een berichtje sturen naar de leverancier en dat hij ook wat echt bewijs kan laten zien van het product. Okay. Dit is een van de producten die ik vorig jaar op mijn Bol Store ook heel erg hard heb verkocht. En dit is eigenlijk een super simpel product. Maar in principe heeft iedereen mijn telefoon. En mijn telefoon is ook niet elke dag super schoon, eerlijk gezegd. En die moet je ook af en toe gewoon schoonmaken. Net als je beeldscherm van je laptop. Het is probleemoplossend. Het is voor je computer, het is voor je telefoon. Stofverwijdering, reiniging. En ik deed het persoonlijk met de 1+1. Dus ik bood er gelijk 2 aan. Voor €19,95 als het goed is. Op Bol. Ik heb deze ook op Shopify verkocht. Maar op Bol liep dit wat harder. En ja, dit is ook een product, hier kan je ook heel makkelijk een brand van maken. Want als je hier gewoon je naam op zet, is het gewoon een merk. Dus dan kan je er ook wat unieks van maken. En eventueel ook wat andere kleuren toevoegen. Dus het is een klein product, maar het is ook 2-in-1. En dat is ook een extra waarom dit product wel goed heeft verkocht. En nog steeds goed kan verkopen in principe. Oké. Okay. Even kijken naar deze. Dit soort producten heb ik heel vaak voorbij zien komen. Heel erg verzadigd, zowel op Bol, zowel op Shopify. Je hebt tegenwoordig honderden van die telefoonopladers, AirPods opladers, smartwatch opladers. En vaak werken dit soort elektronische producten eerlijk gezegd ook slecht. Dus je hebt ook tegenwoordig heel veel powerbanks. Dus ik vind het echt een overbodig product. Te verzadigd om nog in te verkopen. Zei je dit nou 2 jaar geleden, was dat zeker een goede optie, maar nu is daar gewoon te veel concurrentie in tegenwoordig. Ga ik even door naar Veronica. Die is er ook niet bij. Dacht ik, nee, die is er niet bij. Oké. Okay. Oké, okay, een blender. Een hele hoge inkoopprijs. Ik zie hier niet gelijk iets super unieks aan, eerlijk gezegd. Yo, Chardel, had je iets? Of... Ja, ja, maar het had meer te maken met adverteren. Maar dat is, wacht dat straks wel eventjes. Nee, dat kan je nu wel even doen, man. Ja, ja, ik ben gewoon benieuwd naar die algo-sheet. Als jij dan, laten we zeggen, dat die gaat opstellen. Want dat is, die manual raad je dat, laten we zeggen, aan als een schalingsmethode. Ja, dat is echt een mis, man. Maar je heb je wel eens gedaan, toch, voor je product? Ja, ja, zeker, zeker. Ja, 1 keertje inderdaad voor, die, voor mijn volgende product, klopt. Alleen, ik had eigenlijk meer de vraag van, want het zijn echt veel keywords en dergelijke die je moet zoeken. Hoe jij dat eigenlijk doet, dat was eigenlijk de korte vraag. Als jij dan bijvoorbeeld een product hebt in een bepaalde niche. Kijk, ik verkoop persoonlijk in meerdere landen. Dus jij verkocht toen in het begin in Nederland en België, zoals ik weet. Ja, als je daar 8 keywords gaat vinden, dan wordt je doelgroepgrootte vaak ook kleiner. Dus dan ging ik uit van liever 2 keywords. Bijvoorbeeld wijn en bier. En parties en versieringen bijvoorbeeld. Okay. Snap je? Dus dan ga je uit van iets minder. En als je echt naar grotere landen zoals bijvoorbeeld UK, Canada, USA, waar nog meer concurrentie is qua dropshipping, heb je gewoon wat meer keywords nodig om de juiste doelgroep aan te spreken. In Nederland, als je Nederland en België doet, heb je meestal 17 tot 20 miljoen mensen. Ja, dan zit je redelijk snel richting die 5 miljoen die je eigenlijk wil hitten, man. Dus dan hoef je niet per se heel veel kleine keywords te gebruiken. Dan zou ik eigenlijk zo breed mogelijk, bijvoorbeeld gewoon letterlijk smoothie bij dit product, keuken, gewoon fruit, weet je wel. Gewoon heel simpel, maar wat wel met het product te maken heeft, dat je toch de juiste doelgroep aanspreekt. Wat je ook kan doen is ook gewoon op gender, dus op geslacht. Kijk, dit product is gewoon voor allebei, maar je hebt bijvoorbeeld ook wel eens vrouwelijke producten. Target je alleen maar vrouwen, zo simpel is het dan ook weer, om de betere doelgroep. Qua leeftijd kan ook, maar in het begin zou ik zeggen, hou het eerst zo breed mogelijk met die algo's. Oké, duidelijk. Nee, dan wil ik even weten, man. Dankjewel, man. Tuurlijk, man. Altijd welkom. Ga ik even de volgende doornemen. Oké. Okay. Autoprullenbak.
Het is ook weer een grote markt. Zeker een goed product. Ik zou zeggen ook voor Shopify, ook weer basis. Kan je er ook weer van uitgaan dat een goede leverancier is. Daar werk ik persoonlijk ook al jaren mee. En heb daar eigenlijk alleen maar positieve ervaringen mee gehad in het verleden en tot op heden. Dus dit is gewoon een heel simpel product. Tuurlijk kan je dit eventueel ook vinden, maar het is gewoon een klein ding wat je niet alleen in je auto kan gebruiken, zie ik. Maar ook gewoon letterlijk op je bureau kan zetten om letterlijk iets weg te gooien heel snel. Het is klein, het is makkelijk. Makkelijk mee te nemen. Het ziet er niet lelijk uit. Gewoon een standaard kleur. Snelle levering. Ik zou zeggen, zeker op bol gooien, maar ook zeker interessant om... om op Shopify te gooien. Iets lastiger met eigen merk, want basis staat er natuurlijk al op. En hun willen liever niet dat dat merk veranderd wordt. Maar voor Shopify en Bol zeker een goed product. Oké. Okay. Jamila, je bent er wel bij als het goed is. Ja, klopt. Goedenavond. Hoi. Hoe was het nog gelukt met deze drie? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, dat was gelukt. Over deze twijfelde ik alleen. Want ik weet niet... Ja, ik weet natuurlijk niet hoe hoog de kwaliteit is en hoe verzadigd deze markt is voor thuissporten. Ja, zeker. Kijk, ik weet dat je zelf ook veel naar de gym gaat. Kijk, als je dit in 2020 zou doen, dat is echt top, dit soort producten. Dus net, gyms gaan net dicht, weerstandsbanden, dat soort dingen. Yeah. Ja, nu heb je gewoon zoveel concurrentie in dit soort dingen. Eventueel op Bol zou het misschien net nog kunnen werken, maar ik zou zeggen, ik verkoop letterlijk geen fitnessartikelen. Okay. Misschien wel fitnesskleding soms, qua leggings voor vrouwen. Dat kan af en toe al werken en dan focus ik op of dat materiaal uniek is. Yes. Of dat de kwaliteit anders is van de legging, zeg maar, ten opzichte van anderen. Dus deze zou ik persoonlijk niet meer doen. Tenzij je geen andere meer producten meer hebt en denkt van oké, laat ik gewoon zoveel mogelijk erop gooien, dan kan je dat zeker doen. Ik weet niet welke andere twee je nog had. Ik had wel drie verschillende links gestuurd. Oké, weet je nog welke dat zijn? Want ik denk dat ik misschien drie keer dezelfde heb gepakt. Dat zou best kunnen. Ik denk dat het drie keer dezelfde zijn, eerlijk gezegd. Kan je die anders kan ik ze nog wel even snel erbij halen. Dan bespreken we ze even zo. Of heb je ze zelf nog op je telefoon staan? Ja, ik kan ze even copy-pasten vanuit de chat. Even kijken. Anders, ik heb deze wel nu. Deze ook. Oh, oké. Okay. Dus waarom heb je deze gekozen? Vrouwdominant. Cupping massage is goed voor bloedcirculatie. Er stond anticellulitis. Dus ik dacht van nou, dat pakt een vrouw sowieso. Dit is echt top. Dit soort producten zoek je ook echt. Infrarood, warmte, afslankend, massage, therapie, beauty, gezondheid. Heeft gewoon heel veel keywords die gewoon heel erg interessant zijn. Dit is een soort alles in één product. Dus dit is voor zowel op Bol en op Shopify echt een supergoed product. En dit soort producten zoek je ook echt. Want dit is geen plastic, geen klein roldingetje. En het is best logisch dat je dit product tussen de 50 en 100 euro kan verkopen. En het heeft ook nog brandpotentie in principe. Dus dat is altijd goed. Ja, cupping massages zijn ook gewoon heel duur om te laten doen. Dus dat kan je ook gewoon thuis doen. Precies, dat is ook de marketinghoek die je wil doen van dat super duur is. En dat dit jouw oplossing is. Het is ook goed voor je huid, zie ik nu. Het is pijnloos. Dus dat is ook zeker een goeie. En ik zie nu dat je nog een andere hebt. Waar je op kan liggen voor je rug. Ook een soort sportachtig. Ja, klopt. Het is vaak heel lastig om zelf je rug los te krijgen. Want heel veel mensen hebben zeg maar, die mobiliteit daar dus niet voor. Dus dit kan hierbij helpen. Zeker waar, maar het is wel gewoon plastic. Ja, dus maar, er is heel veel concurrentie. Of je moet heel veel wegen. Denk ik dan. Of je moet heel veel wegen, wil je dat kunnen breken? Maar... Ja, in principe wel. Maar kijk, je kan ook gewoon stretchen in principe van je onderrug. Mm-hmm. Stretchen is in principe gratis als je een YouTube-video opzoekt. Dus, en het is niet een heel bijzonder ding, zeg maar. Dus het is wat lastiger te verkopen, omdat de kwaliteit van het product is gewoon een stuk lager. Mm-hmm. En maakt het daardoor niet uniek. En dit product, kwaliteit ziet er wat hoger uit. En het verschil tussen dit en een echte, hoe noem je dat? Cupping massagebehandeling. Ik weet niet hoe duur die zijn, maar die zijn een stuk duurder dan bijvoorbeeld een keer naar de fysio gaan. Wat vaak misschien al een keer bij je in je verzekering zit. Mm-hmm. Bij sommigen, dus vandaar. Ja. Yeah. Oké, okay, super. En thanks nog voor je reviews hierover. No problem. Leon, je bent er ook als het goed is.
Ja, ik ben er. Ik ben er nog, zeker. Super, super. Ik hoop dat alles een beetje duidelijk voor je is, want jij was ook nieuw. En ik was wel benieuwd naar jouw product ook, man. Wat je had uitgekozen en hoe dat nog ging gisteren. Gisteren toen... ik kon niet zo goed uit de voeten met die link die jij stuurde. Omdat ik daar namelijk niet in kon zoeken. Want ik had zelf al wat niche-markten in gedachten. Er zat geen zoekfunctie. Dus misschien dat ik verkeerd gezocht heb. Maar ja, dat is gewoon precies de link, alleen om snellere levertijd te krijgen. Eigenlijk. Ja. Daar is het voornamelijk voor. En dan, op deze manier vind je dat gewoon een stuk sneller dan dat je het zelf zou zoeken. Maar ik snap je punt. Ja, en even kijken waar ik mezelf nog afvroeg, is hoe je dan voor de end-user zeg maar de prijs bepaalt. Dus je vraagprijs op een bol of op je website. Kijk, de klant heeft geen idee hoe duur zoiets is. Hij heeft geen idee wat de inkoop is. Nee, ik vraag het liefst zoveel mogelijk natuurlijk. Maar goed, ik vraag je zoveel mogelijk, maar ik zou uitgaan van... Als dat voor de helft doet, dan verkoop ik heel weinig waarschijnlijk. Klopt. Je moet uitgaan van minimaal 20% marge. Of op Shopify zou ik zeggen 20 euro marge. Want alles daaronder is gewoon niet interessant. Dus dat raad ik eigenlijk aan. En verkoopt het niet met die 20% marge, is het geen interessant product ook. Dus je wil geen marge onder de 20% hebben. Je wil eigenlijk een gezonde marge tussen de 20% en de 30%. Natuurlijk kunnen we belastingtechnisch nog wat dingetjes aanpassen om dat omhoog te krikken. Maar normaal gesproken is het tussen de 20 en 30 wel een gezonde marge. Voor elk product. Dus ik zou dit product bijvoorbeeld, als ik het zo zie, voor 29,95 of 34,95 of 39,95 verkopen. Om te testen, loopt het dan goed? Kan ik altijd nog wat dingen verbeteren aan het product? Een video toevoegen, omschrijving verbeteren. En van daaruit een hogere prijs vragen. Ik wil eerst zien van, oké, is er überhaupt interesse in dit product? Voordat ik de prijs heel hard omhoog ga gooien. Je wil het wel aantrekkelijk maken, ook voor de klant natuurlijk. Op Shopify doe je dat door korting te geven. Op Bol doe je dat in het begin niet. Ja, waar ik ook mee zit, is ik heb in het verleden... ik heb al verteld dat ik al dingen heb verkocht. Ja. Ook elektronica. Het gezeik wat ik heb meegemaakt, zeg maar... van dingen die terugkwamen of verkeerd gebruikt werden... of mensen toch een andere voorstelling van hadden... dat was too much, zeg maar. En dan ben ik hier ook een beetje bang voor. Ook al is het dropshipping, als het kapot is of het werkt niet zoals verwacht, dan krijg je toch negatieve recensies. Zeker, en op Bol is dat gewoon kloten, weet je. Op Shopify kan je daar nog omheen werken met standaard templates van je geeft eerst de klant 10% terug van zijn aankoopbedrag, 30% of 50%. Of je een extra kortingscode geven of dat soort dingen. Maar op Bol moet je gewoon wel je product goed leveren. En er zullen gewoon zeikende klanten zijn. Maar ik zou eerst gewoon, als je twijfelt over een product, altijd... communiceren met de klant en kijken of die wat meer bestellingen heeft. Dit product heeft heel weinig bestellingen natuurlijk. Dan is de kans natuurlijk ook groot dat het een slechte leverancier is. Ja, dat vind ik lastig. Wat je al eerder hebt gezegd, misschien is dat product nog niet zo heel lang online. Dus... Ja, dat is de twijfel. Kijk, als je twijfelt, altijd contact opnemen en hoe meer bestellingen, hoe beter. Want 8, en er is 1 recensie. Ja. Dat zegt mij niet zoveel. Nee, dus dit product, ik vond het wel goed, maar ik vond het ook eng, zeg maar. Ja, ik snap je punt. Ik zou kijken of je misschien nog met AliSeeks een andere leverancier kan vinden van hetzelfde product met meer orders. Dan kan dat je wat meer bevestiging geven. En dan even de reviews bekijken. Kijk, hier heb je maar 1 review. Ja, dat is niet zo interessant, maar als je de 100 hebt, heb je vaak wel een beter beeld. Oké, Leon, en bij deze dan? Ja, dit is dan wel een merk die ik vaak voorbij heb zien komen. Ook een tijd terug. Mijn indruk dus is dat het een goed merk is. En het is heel erg actueel. Vloggen. Ook veel vraag, ook veel aanbod. Maar ik denk dat ik hier in de prijs het wel interessant kan krijgen. Ja, zeker een goede inkoopprijs. Maar dit is alleen voor dit kleine dingetje, denk ik dan. Voor welke heb je gekeken? Ja, met zo'n standaardje, met die. Oh. Deze? Ja. Ja, goed. Dan is de prijs nog... We gaan uit natuurlijk van deze levertijd. En deze heeft bijvoorbeeld wel een 5 dagen. Dus ik zou gewoon zetten, gooi deze van 5 dagen erop. En gooi deze van 12 dagen erop. En kijk wat goed werkt. En eventueel kan je ze nog combineren. Deze komt bijvoorbeeld uit Polen. Misschien hebben ze in Polen ook wel dit stuk liggen. Kan je dat eventueel later ook nog combineren als het product goed loopt. Zo zou ik ernaar kijken, want in principe is het een goed product en je kan het voor redelijk weinig verkopen.
Alleen moeten mensen dan wel los deze dingen gaan kopen. Ik weet niet of mensen daarop zitten te wachten dat ze... Ja, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar volgens mij, ja, ik kan het nou niet aanklikken, maar volgens mij had je ook een vrij complete samenstelling. Volgens mij is dat de laatste, denk ik. Oh, de laatste van dat product, ja? Nee, de laatste op die pagina, ja, die. Volgens mij heb je dat en de standaard en de houder, zeg maar. Oké. Okay. Dan zit je €3 meer, maar... Ja, dan zou ik altijd voor die gaan, mocht je een levertijd vinden die daarbij past natuurlijk, als je op Bol verkoopt. Ja. Dat is wel echt een ding natuurlijk. Oké, laten we naar deze doorgaan. Dit was je laatste, ik weet niet wat voor product het was. Ik weet niet, ik had een stuk of 8 of zo, of 9 gevonden. Mm-hmm. Oké. Kijken tot die laat. Deze even snel wegklikken. Oké. Ja, je had er een aantal gestuurd, zag ik, hè? Ik had voor deze gekozen. Ik heb eigenlijk de eerste 3 gewoon gekozen, eerlijk gezegd. En ook weer een luchtcompressor. Iets duurder type product. Dus dat ziet er sowieso prima uit. Veel orders. Dus dit vind ik echt de beste van de 3 die je hebt uitgekozen. Op de orders, maar ook op de grootte van het product. Het is wat groter. Ja. 5-daagse levering. Dit is echt een topproduct, Leon. Dus als je dit soort producten vaker kan vinden, dat zijn echt potentiële winnaars die je zoekt voor je Bolstore. Wat mij hier heel erg in aanspraak was, dat het voor zowel de fiets is als de auto. Dat is functioneel. 12 ja, laagbaar. Ja. Het heeft heel veel dingen. Dus dit soort producten zou ik zeker meer gaan zoeken, Leon. Misschien ook in dezelfde niche. En misschien qua fietsen, qua auto's. Kijk of je daar wat iets in kan vinden. Super. Thanks, Leon, nog voor dat je er bent en voor je mening hierover. Chardel, als het goed is, ben je er ook nog? Dus ja, bro, zeker. Ja, super, man. Laten we deze 3 even bespreken, man. Ik was eigenlijk wel benieuwd of je nu nog producten test. Of, Ja, zeker, man. Wel iets minder hard dan normaal. Ja, ik heb gewoon die eerste store, ja, dat heb ik gewoon verneukt. Dat we het zeggen, bold, gewoon met vieze woorden zeggen zo. Ja, dat is gewoon heel goed gegaan. En ik heb gewoon veel beginnersfouten gemaakt. En ik heb gewoon... Ja, je hebt wel heel veel geleerd, man. Dat is ook echt het ding. Ja, zeker. Want ik weet nu ook, als ik de volgende winnaar die ik heb, dat wordt ook meer dan een brand. Het wordt het brand. Snap je wat ik bedoel? Dus dat zijn de fouten die ik daarvan uit heb kunnen halen. Dus ik test nog wel wat minder agressief dan eerst, maar dat is met voorzorg. Ja, het is ook budgettechnisch, toch? Als je wat precies, doet. Dat is het. Het is meer budgettechnisch, inderdaad. Maar nee, dat komt goed, man. Oké, man. Dus laten we deze even bespreken. Yes. Waarom had je deze bijvoorbeeld uitgekozen? Ja, heel simpel. Het is, kijk, in principe, je hebt powerbanks. Powerbanks zijn over het algemeen heel groot, zien er heel lomp uit, hebben kabels nodig. Deze is gewoon heel simpel. Je stopt hem in je telefoon klaar. Hij blijft ook zitten. Je hoeft hem niet vast te houden. Hij kan aan je sleutelhanger vastgemaakt worden. Hij ziet er leuk uit. Dat is ook een mooi meegenomen functie. Het ziet er gewoon trendy uit. Dus het is ook heel makkelijk te verkopen onder de jongeren, lijkt mij. Alhoewel, ik wel mijn twijfels heb over het product. En dat is meer omdat het is een beetje een TikTok-product. Het is een klein beetje een high-product. Je zal je heel makkelijk op TikTok sales mee kunnen pakken. Als je het gaat adverteren op andere platformen, vind ik wel dat je een goede marketingshoek moet hebben. In ieder geval, ik heb het getest en het heeft niet gewerkt op andere platformen. Maar het is wel een product dat ook echt veel views krijgt. En veel mensen klikken er gewoon op omdat ze het heel interessant vinden. Ja, dan zou je altijd naar kijken wat voor marketingsangle je bij dit product natuurlijk zou gebruiken. Zeker voor die sleutelhanger, het is snel opladen. Het is kleiner dan een normale powerbank. Mm-hmm. Deel stijlvol. Dus ja, man, zeker een goede. Yes. Oké, laten we deze nog erbij pakken. En momenteel test je gewoon Nederland en België Facebook ads? Of waar ben je nu mee bezig? Ja, nog wel Nederland en België. Ik ben op de achtergrond wel bezig met andere platforms als Pinterest even een beetje uit te vogelen. Omdat dat gewoon een hele nieuwe markt is waar nog veel te vinden. Ik snap zeker, man. Ik weet niet of je Tom Dijks kent. Dat is ook een vriend van mij. Tom Dijks, nee, zeg me niks, man. Maar ja, van naam wel. Kijk, weet je wat het is? Ik ken ook genoeg mensen die hard hebben gedraaid op Pinterest. Maar hetzelfde als dat je op Google zou testen, man. Het resultaat is gewoon veel langzaam. En ik denk dat wij daar wel beide hetzelfde in staan. Ja, je wil gewoon zo snel mogelijk weer die winner pakken.
Dat sowieso. Dus het is ook meer iets aan de zijkant. Maar daar test ik bijvoorbeeld wel in het buitenland. Daar test ik wat meer andere landen. Gewoon ook om te kijken hoe vaak ook hoe producten werken. Want op Pinterest vind ik dat het heel duidelijk is wat werkt en wat niet werkt. Wat voor soort producten je moet testen. Precies. Ja. Precies, daar wordt het heel duidelijk. En daar gebruik ik het meer voor. Maar dat is ook iets meer voor in de toekomst. Dat ik er wat meer ervaring in heb als de tijd er rijp is. Ja, ik zeg je eerlijk. Zoals we dat met het eerste product van je hebben gedaan. We hebben gedaan. Eerst yeah. Facebook Ads, dan Google Ads. En daarna pas ja, perfect. En TikTok, dat soort dingen. Weet je wel, echt alles onder de ton, 2 ton per maand omzet. Zou ik denken van fuck Pinterest, om het zo maar te zeggen. Ja, nee, snap je. Hij langzaam resultaat zien, man. Waarom had je deze gekozen? Deze heb ik gekozen. Nou ja, zelf weer gewoon heel erg probleem oplossen. Mensen werken veel thuis. Heb ik ook al vaker gehoord van mensen werken veel thuis. Het kan vaak donker zijn thuis, binnen het huis. Je hebt vaak ook niet door dat het donker begint te worden. Op je toetsenbord kan je dan moeilijk kijken. Kijk, mijn toetsenbord geeft licht, niet die van iedereen. Maar daarnaast is het natuurlijk ook handig voor het lezen. Want dat is in eerste instantie de marketingshoek die ze hier aanbieden. Maar daar dacht ik eigenlijk niet eens aan. Maar voor het lezen, hij komt ook in sterkte. Dus mensen die problemen hebben met ogen en normaal brillen dragen, is het de perfecte oplossing om en te kunnen lezen en licht te kunnen gebruiken. Weet je, dan heb je geen lompe lampjes nodig op je boeken of op je boek hoeven te leggen. Dus gewoon brilletje op en klaar. Zeker man, eens. Alleen zie ik je hier natuurlijk wel. Je zit wel met sterktes te werken, ja. Hoe realistisch is het dat die ook goed zijn? Ik heb het ook wel eens gedaan. Ik had van die zonnebrillen op sterkte die ik verkocht, man. Dus die gingen wel redelijk hard. Alleen dan krijg je natuurlijk ook klanten die zeggen van, yo, ja, ik ga er eigenlijk niet beter door zien, man. Dus, Nee. Maar ik had ook een variant gevonden die geen sterkte had. Die gewoon alleen dat was. Dan zou ik eerder kijken voor die. En die bril, die kon ook, laat maar zeggen, een klein beetje inzoomen. Het was een beetje wat ingezoomd, zodat je letters ook wat groter zijn. Dus het was niet echt sterkte, maar het was wel wat betere visie, laat maar zeggen. Oké, man. Het is wel een goed product, al vond ik die eerste wel stukken beter. Wat beter. Man. Ja, snap ik. En ik zou voor jou ook zeggen gewoon, joh, als je nu nog struggelt met cashflow, ja, kijk dan een keer naar Bol, man. Zeker. Ik ga daar, had ik dat wel hoorde wat je zegt, dat je daar gewoon producten online kan gooien. Ik ben al gelijk. Ja, heb me daar gewoon even over, man. Dan kunnen we daar nog even een keer een call voor doen. Goed, man. Yes. Fixen we dat gewoon. Check, man. Oké, man, waarom had je deze? Dit vind ik wel echt een goeie, man. Dit vind ik echt de beste, veruit. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het product helemaal niks. Het sprak mij niet aan. Ik zou ook niet echt weten hoe ik het zou moeten marketen. Maar dat is misschien omdat ik, ja, het rare is, ik fitness veel zelf en dergelijke, maar... Ik denk dat dit ook meer voor iets oudere mensen is, man. Dat ja, precies. Anders. Dat is het dus. Die al artrose hebben of uit de blessure komen of veel op een laptop typen, dat soort dingen, weet je wel. Dus daarvoor vind ik dit een heel goed product. Want dat soort mensen die heel de dag op hun baan zitten en familie hebben, die gaan vaak niet naar de gym. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is echt de doelgroep die je hierin zoekt. Niet de mensen die tussen de 18 en 20 zijn die elke dag in de gym zijn. Die gebruiken zoiets niet. Ziet hier precies. Ook en iets oudere doelgroep. Zou je zeggen dat het ook nog rendabel is als je dit gaat proberen te testen op Facebook? Ja, waarom niet? Ik zou dit gewoon letterlijk 1995 gewoon erop gooien. Ja. Dus ik weet niet of het handig is dat je dit voor 2 armen zou doen. Want ja, als je aan 1 arm pijn hebt, dan heb je vaak ook aan een andere pijn, lijkt me. Ja. Misschien kan je er gewoon 2 aanbieden. Ja, ik weet niet of dat... Oké. Okay. Dus daar kan je ook altijd naar kijken. Want ik vind het echt veruit de beste. En dit is echt het product van die 3 die jij hebt uitgekozen. Deze zou ik echt 100% testen op Facebook, man. Ja, is goed, man. Dan ga ik gelijk aan beginnen. Ik heb er nog een productpagina voor klaarstaan, dus die gaat dan nog online gooien, man. Ja, man. Super, man. Dan ga ik de laatste 3 van Serginho doornemen. Die is vandaag ook niet bij. Ik heb je trouwens nog wel eentje gestuurd, net op WhatsApp, nog even snel. Die kan je eventueel nog even erbij pakken. Was ik vergeten erbij te sturen. Ja. Laat me even checken, man. Dan heb je misschien nog eentje die we nog samen kunnen bespreken, als je het zelf hoeft te doen. Ja, zeker, man. Ik vind deze ook wel een hele goede trouwens, maar laten we die van jou eerst even benoemen. Wat voor product is het? Moet je even kijken, ik weet even niet meer zeker. Ik heb 2 gezien als het goed is. Een kookpot, man. Voor multifunctioneel. Ja, juist. Ik zie hem hier op. Ik zou ook nooit met CJ dropshipping werken, man. Nee, maar dat is alleen even... Dat was de enige waar ik een goede variant kon vinden. Maar, klopt, was het de enige waar ik een goede variant kon vinden op het moment voor de foto. Oké, het is slechte communicatie in ieder geval bij hen. Maar in principe, multifunctionele elektrische kookpot, keuken, is ook wel interessant.
Maar ik zou zeggen, niet interessant genoeg, man. Ik vind er niet een uniek iets aan voor dit product, man. Okay. Ik zou bijvoorbeeld voor dit product dat we nu zien, dit vind ik echt een topproduct. Want kijk, volgens mij heb jij ook wel redelijk baardhaar soms. Kijk, het is altijd een tiefe zooi, om het zo maar te zeggen, als je zelf aan het spelen bent. Yeah. Dus, en dan moet je het altijd zelf weer fixen, weet je. Dus als je dit gewoon hebt, is het redelijk handig. Dit heb je ook bijvoorbeeld als je naar een thuiskapper, dus best wel veel mensen die worden thuis geknipt, die hebben dan eromheen dat het haar dan niet op de grond valt en dat je niet hoeft te stofzuigen elke keer. Dat soort producten zijn ook zeker handig. Kijk, zeg maar, om dit zelf om te doen wordt natuurlijk voor sommige mensen wel een karwei. Maar dit soort producten, dit vind ik echt beter dan een elektrische kookpot, zeg maar. Dit vind ik echt een supergoed product, man, om te markten. Heb je ook een supergoede marketingsengel bij. Is natuurlijk wel mannen dominant, maar dat is wel een goede, man. Ik ga deze twee nog bespreken en dan zijn we klaar. Dit is een van de producten die ik vorig jaar nog heb kunnen draaien. Het is redelijk tegen verzadigd aan. Op Bol kan het wel, op Shopify kan dit echt niet meer. Heel erg verzadigd. Je hebt heel veel keukenbijstandshouders. Er is niet echt iets heel bijzonders aan het product. Het is plastic. Ja, je kan er wel een handdoekje opleggen en wat dingetjes ingooien, maar daar blijft het ook wel bij. Dus vandaar dat ik deze niet adviseer. En dan neem ik nog de laatste door en dan kunnen jullie zometeen nog jullie eigen vragen stellen, mochten jullie die nog hebben. Dan hoop ik sowieso dat jullie hier iets aan hebben gehad van oké, hoe vind je nou de juiste producten en voor welke platformen?